beste mevrouw van Tongeren, ik heb laatst een verhaal over u gehoord. Ik was heel erg onder de indruk. Uit het verhaal bleek namelijk dat u in de oorlog heel veel goede daden hebt verricht. U was de leider van groep 2000. Ik wil dat ik later ook, zoals u, zo dapper en moedig in de wereld sta. In 2015 is er een boek over u geschreven. In dat boek staat wat u deed in de oorlog en wat u allemaal hebt gedaan voor de Joden. U was ontzettend tegen racisme en tegen Adolf Hitler. Ik vind het echt heel bijzonder hoeveel mensen u heeft geholpen. En ik denk dat u een heel groot voorbeeld bent voor heel veel meisjes en vrouwen. En dat die mannen dan denken dat een vrouw een verzetsgroep niet kan leiden, hebben ze het goed mis. Die voedselbonnen stelen was erg dapper van u. Ik heb mooie, spannende en dappere verhalen over u gehoord. Bijvoorbeeld dat de nazi's jullie kantoor hadden doorzocht en de drempel van de deur, terwijl de code van onderduikers eronder zat. Gelukkig hadden ze hem niet gevonden doordat de glazenwasser jullie geholpen had. Ik heb gehoord dat u veel levens hebt gered. Ik heb ook nadat ik dit verhaal heb gehoord van de heer Karel Baratsch nog wat vragen. Ook al bent u nu inmiddels al een behoorlijke tijd dood. Hoe kwam u eigenlijk op het idee om een verzetsgroep op te richten? Ik zou zelf nooit op dat idee kunnen komen. En heeft u nooit per ongeluk uw naam aan iemand verklapt? Ik ben echt een enorme kletskous, dus ik zou dat niet geheim kunnen houden. Waarom deed u bijvoorbeeld zo gevaarlijk werk met het risico dat u zelf ook doodging? En hoe wist u nou of u mensen kon vertrouwen uit de groep? Waarom hield u zich niet buiten de oorlog? En hoe komt het dat u zo'n sterke wil had? Dit waren mijn vragen en verder wens ik uw neef heel veel geluk. U bent een held en een voorbeeld voor ons allemaal. Met vriendelijke groet, Lara Jongschaap.